Dit is het TV Gelderland Nieuws van maandag 12 januari. Verdachten die rotzooi zouden hebben getrapt tijdens Oud en Nieuw stonden vandaag terecht. De rechtbank in Zutphen paste het snelrecht toe. Op de onbewaakte overweg in Doetinchem, waar dit weekend een man uit Terborg om het leven kwam, is vandaag gestrooid. Of er meer maatregelen worden genomen, is onduidelijk. Nou, dat is hetzelfde probleem als 4 jaar geleden. Dat is een kostenverhaal. En de gipskamers van de Gelderse ziekenhuizen hebben drukke tijden. Na jarenlang niet geschaatst te hebben, breekt menig een bot. Goedenavond. De politierechter in Zutphen heeft vandaag door middel van snelrecht 5 oudejaarsnachtraddraaiers veroordeeld tot werkstraffen. Justitie zette snelrecht in om duidelijk te maken dat ongeregeldheden tijdens de jaarwisseling niet langer getolereerd worden. Opmerkelijk genoeg is de rechtszaak van 4 jongeren uitgesteld. Justitie kreeg van hen de processtukken niet op tijd rond. De rechtbank. 9 jongeren moesten zich vandaag voor de rechtbank in Zutphen verantwoorden voor hun gedrag tijdens Oud en Nieuw. In rap tempo volgden de zaken in de rechtszaal elkaar op. De vergrijpen varieerden van het bekogelen van hulpverleners, het aanrichten van vernielingen, tot het mishandelen en bedreigen van agenten. Ik steek een mes in je buik. Ik was die dag in een rot humeur. U heeft bovendien zich verzet bij de aanhouding als boos. Bij de ingang van de eerste hulp een ruit vernielen. En daar hoort dan een straf bij, €800 boete, waarvan €400 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. We hebben in ieder geval de bedoeling om mensen te laten weten van je staat heel snel voor de rechter. Het heeft echt gevolgen als je iets doet. Doe normaal, jongen. We zijn zo'n klein fikkie, hè. We gaan door van 2x2, een fikkie. En dan 15 man oppakken. Ben we helemaal lekker. Justitie wil met het snelrecht de ongeregeldheden tijdens Oud en Nieuw uitbannen. Ongeregeldheden waren er dit jaar vooral in Uddel bij Apeldoorn. Jongeren staken er fikkie en hinderden er de brandweer. De nodige slagen van de politie met gummiknuppels volgden. En uit frustratie gooide de cliënt het bierflesje van zich af. We weten allemaal wat een bierflesje weegt. Het is ongeveer 0,5 pond. Het is glas. Het wordt met kracht gegooid door iemand die gigantisch boos is. En het raakt op de onderarm. Ik meen dan ook dat ik als feit van algemene bekendheid mag zeggen dat zoiets pijn doet. Dus ik acht wettig en overtuigd moet wezen dat u een mishandeling heeft gepleegd. Er volgt een werkstraf van 50 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Zo zouden dus 9 raddraaiers moeten worden aangepakt via het snelrecht. Maar justitie kreeg er maar 5 veroordeeld. De rechter stelde 4 zaken uit, omdat door tijdsdruk niet alle processtukken er waren. Die preventieve werking die is dan wel weg, hè, als 4 van de 5 zaken niet doorgaan. Ja, als Openbaar Ministerie hadden we liever gezien dat de zaken vandaag allemaal afgedaan waren. Maar het was in deze zaken niet mogelijk. En we vinden ook belangrijk dat het onderzoek goed gebeurt. Dus daarom moesten die zaken aangehouden worden. Het Openbaar Ministerie hoopt nu dat de 4 die vandaag door tijdsdruk de dans ontsprongen zijn, in maart voor de rechter moeten komen. En dan was dit de snelrechtszitting 2009. Energiebedrijf Essent met het hoofdkantoor in Arnhem wordt overgenomen door het Duitse RWE. Het Duitse energieconcern heeft een bod van €9,3 miljard gedaan op de aandelen van Essent. De aandeelhouders, onder wie provincies Noord-Brabant, Overijssel en Limburg, zijn akkoord met het bod. Essent zegt in een verklaring dat de overname in Nederland geen gevolgen voor het personeel heeft. De mededingingsautoriteiten in Nederland en Duitsland moeten de overname goedkeuren. De naam Essent blijft behouden. ProRail en de gemeente Doetinchem overleggen mogelijk deze week over de spoorwegovergang waar afgelopen weekend een man is verongelukt. Vandaag is de burgemeester van Doetinchem polshoogte wezen nemen. Zowel ProRail als burgemeester willen geen belofte doen over meer veiligheidsmaatregelen. De trein van Winterswijk naar Doetinchem raast langs de burgemeester van Doetinchem. Hij bekijkt de overweg en noemt de situatie overzichtelijk. Wel is het opvallend dat vlak voor zijn komst er voor het eerst zand is gestrooid op de overweg. Het pad en de overweg waren in de voorgaande dagen spekglad. Hij sprak ook met buurtbewoners. Zij willen meer beveiliging. Het is te gemakkelijk voor mij als burgemeester om te zeggen van ik zou wel eens even zorgen dat hier een beveiligde overweg komt met slagbomen. Als ik al bijna zeker zou kunnen weten van dat niet gaat lukken. Afgelopen zaterdag overleed hier een 49-jarige postbode. De politie onderzoekt nog hoe het ongeval kon plaatsvinden. 5 jaar geleden kwamen hier 3 tieners op. Volgens ProRail gaat het om een rustige zandweg en daarom zijn er alleen borden geplaatst. Maar er is volgens buurtbewoners al lang geen sprake meer van.
De weg wordt niet alleen gebruikt door mensen uit de buurt, maar bij het nabijgelegen zorghotel is het de hele dag een komen en gaan van mensen. Ik vrees inderdaad meer ongevallen, omdat dat hier veel verkeer doorheen komt. Het was wachten op het volgende slachtoffer, denk ik. Dat is hetzelfde probleem als 4 jaar geleden. Dat is een kostenverhaal. Spoorbeheerder ProRail wil niet zeggen wat de kosten van extra beveiliging zijn. Maar als de gemeente Doetinchem meer beveiliging wil, dan moet de gemeente dat betalen. Over eventuele maatregelen en kosten praten beide partijen binnenkort. De borden met daarop de afstand en de reistijd naar de Achterhoek zijn een stunt van het Achterhoeksbureau voor Toerisme. Dit weekend doken de borden op in 15 grote steden. Volgens het toeristisch bureau zijn ruim 1000 borden geplaatst in onder meer Arnhem, Wageningen, Ede, Alkmaar en Leeuwarden. Het is een publiciteitsstunt voor de vakantiebeurs die woensdag in Utrecht begint. Verschillende Gelderse gemeenten halen de borden weg en verhalen de kosten waarschijnlijk op de Achterhoekse organisatie. Na de vondst van de eerste bordjes werd direct gedacht aan een stunt van de Zwarte Cross, waarvan de inschrijving vandaag is begonnen. Maar die organisatie heeft er dus niets mee te maken. Topdrukte bij de Gelderse ziekenhuizen. De afgelopen dagen was het gips niet aan te slepen om de gevallen schaatsers te behandelen voor botbreuken. Vele honderden mensen kwamen tijdens hun tocht ten val en bij de eerste hulp terecht. Massaal gingen we het afgelopen weekend het ijs op. De meeste mensen hadden natuurlijk een mooie dag. Maar niet iedereen was even fortuinlijk. In het ziekenhuis Sint-Jansdal in Harderwijk kwamen er in het afgelopen weekend dagelijks 100 slachtoffers van het ijs. En dan raken de spullen wel eens op. De pennen die in de heup moeten, of de schroeven die in de heup moeten, de pennen die in het onderbeen moeten, daar hebben we maar een beperkt aantal van liggen. Was dat helemaal niet te voorzien, want het was prachtig schaatsweer? Nou, of het helemaal te voorzien waren, wij wisten dat we een groot aanbod weer kregen van een aantal mensen die gevallen waren op het ijs. Maar dat het deze omvang zou hebben, dat had denk ik niemand kunnen voorzien. Een enkele patiënt moet wat langer blijven, zoals meneer Vos. Hij brak tijdens een toertocht op het Veluwemeer de kop van zijn dijbeen. Ook hij had in de gaten dat het druk was in het ziekenhuis. Toen zat het alles tot de nok toe vol. En gelukkig was er dan nog een behandelkamer voor me. En toen is het gaan lopen. Langzaam zeker. Maar het was niet alleen maar ellende bij de eerste hulp. Dat was het grappige, want je kreeg een soort saamhorigheid. Je moet je voorstellen, een wachtkamer die bomvol zit, waarbij een aantal mensen naast elkaar zitten die allemaal hun pols gebroken hebben. En dan wordt er gezegd, hey, hoe staat die van jou en hoe staat die van jou? Ben jij al op de foto geweest? Een gevoel van saamhorigheid. En het personeel van de eerste hulp heeft op meer fronten niet stilgezeten. Ik zal u vertellen, we hebben allemaal zelf ook op het ijs gestaan, hoor. Ik bedoel, het is vooral ijspret. Waar wij dan ook de keerzijde van zien, maar natuurlijk gaan we zelf ook schaats. En wanneer gaat meneer Vos weer op de schaats? Pas volgend jaar. Dit jaar denk ik niet meer dat ik het aandurf om het te doen. Hoe dan ook, het ijs blijft de mensen dus lokken. Nog een toets voor basisschoolleerlingen om een beter advies te geven aan de middelbare school. In Oosterbeek maakten leerlingen vandaag een intelligentietest. Meer zometeen. Drie jonge mannen hebben gisteravond een overval gepleegd op een woning in de Arnhemse wijk Spijkerkwartier. Ze bedreigden de bewoners met een vuurwapen en gingen er met een portemonnee vandoor. In de wijk Klarendal in Arnhem werd gisteravond een maaltijdbezorger geld afhandig gemaakt door een drietal met een mes. De eerste woonunits voor mensen met grote gedragsproblemen zijn geplaatst bij de Arnhemse Rijnhal. Op deze afgelegen plek kunnen de bewoners onder begeleiding van de regionale instelling Beschermd Wonen rustig leven. De woonunits blijven 5 jaar staan. De pinguïns in Burgers Zoo in Arnhem mogen weer naar buiten. De dieren werden vorige week overgebracht naar een warmer binnenverblijf vanwege de strenge vorst. De warmweerpinguïns uit Zuid-Afrika kunnen niet tegen 8 graden vorst of meer. Twee jonge mannen hebben gisteren een gewapende overval gepleegd op een tankstation aan de Eibergseweg in Groenlo. Ze maakten een onbekend geldbedrag buit. De politie heeft nog met een speurhond gezocht, maar van de daders ontbreekt ieder spoor. Giraffen, lieve heersbeestjes en varkentjes. Ze stonden vandaag op de schaats in Didam om geld op te halen voor scholen in Zuid-Afrika. Zo'n 250 deelnemers reden vanmiddag de 11-dierentocht. Bij elk Afrikaans dierenpost moesten de scholieren hun kaart laten afstempelen. Ze hebben in totaal tussen de 3.000 en 4.000 euro opgehaald.
In de wijk Leesten in Zutphen heeft afgelopen nacht een bestelbus in brand gestaan. De politie gaat uit van brandstichting. In de wijk is de afgelopen weken al meer dan 10 keer brand gesticht. De extreme kou van afgelopen tijd heeft voor veel autoschade gezorgd. Door alle barsten en scheuren in de weg spatten veel steentjes op. Bij autoschadeherstelbedrijf Carglass in Ede en Arnhem was het de laatste tijd extreem druk. In december kwamen daar bijna 40% meer schadegevallen dan vorig jaar in diezelfde periode. De brandweer in Apeldoorn onderzoekt of ze voortaan met minder mensen kunnen uitrukken. Nu gaan er altijd 6 brandweermensen mee op een wagen. Maar door de voortschrijdende techniek op de wagens zijn er mogelijk maar 4 mensen nodig. In het voorjaar oefent de brandweer hiermee. Defensie houdt vanaf vandaag een grote land- en luchtmachtoefening als voorbereiding op uitzending naar Uruzgan. In het rivierengebied en op de Veluwe oefenen eenheden van onder meer de luchtmobiele brigade en de luchtmacht. Aan de oefening doen 1400 militairen mee. Ze worden eind dit jaar in Afghanistan ingezet. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. 28 Gelderse scholen laten kinderen dit jaar naast de bekende CITO-toets ook een intelligentietest doen. Op die manier hopen ze een nog beter advies te kunnen geven voor vervolgonderwijs. In opperste concentratie werken de kinderen van groep 8 van de Paasbergschool in Oosterbeek aan de intelligentietest. De school is een van de eerste waar leerlingen deze aanvulling op de gevreesde CITO-toets maken. We willen niet alleen weten wat er uitkomt op die 3 ochtenden in begin februari, maar we willen ook een beetje meten van wat zit er nu eigenlijk in een kind. Het CITO kreeg veel vragen van scholen om naast leervorderingen ook te kunnen testen op capaciteiten van kinderen. In de CITO-toets zit weliswaar een stuk intelligentietest, maar voor sommige leerlingen was dat niet genoeg. De intelligentietest geeft dus extra zicht op kinderen die eventueel wat meer in hun mars hebben dan er uitkomt bij een leervorderingtoets en kan dus aanvullende informatie geven. Onderwijsdeskundige Henny van der Meijden van de Radboud Universiteit betwijfelt het nut van een intelligentietest bij alle kinderen. Zij adviseert alleen kinderen te testen waarvan leerkrachten verwachten dat ze meer in hun mars hebben dan ze laten zien in de CITO-toets. Deze test is ook weer een extra test. Legt dat niet weer extra druk op de leerlingen? Dat zou kunnen. Het is een proef, ook voor onze school. Wij doen daar met alle leerlingen aan mee. Mocht blijken dat dit toch een extra belasting is, dan moeten we dat heroverwegen of wij hiermee verder gaan. Maar op dit moment hebben wij er wel positieve verwachtingen van. De kinderen zelf vonden de test erg meevallen. Ik vond het wel spannend, maar het ging wel goed, denk ik. Nou, leuk. Is wat anders, maar voor de rest was makkelijk en zo. Dus. Maar als er nou uit die intelligentietoets blijkt dat een kind eigenlijk veel intelligenter is dan die laat zien in een CITO-toets, betekent dat dan niet dat jullie het verkeerd hebben gedaan? Nee, absoluut niet. Het geeft alleen maar aan dat op dat moment dat de CITO-toets wordt afgenomen door bijvoorbeeld spanningen die bij een kind kunnen optreden, dat die zich niet optimaal kan laten zien. En hebben wij juist een extra handvat in handen om met de school voor voortgezet onderwijs om tafel te gaan zitten om te kijken van goh, deze leerling kan misschien toch meer dan hij nu heeft laten zien. Voor de kinderen van de Paasbergschool is de eerste horde naar het middelbaar onderwijs al genomen. In februari volgt de gevreesde CITO-toets. 2009 moet het jaar worden van Kamikaze Kenny. Zo luidt de bijnaam van wielrenner Kenny van Hummel uit Elden. De sprinter van Skill Shimano heeft genoeg van ereplaatsen. Hij wil vanaf nu scoren met klinkende overwinningen. De nieuwe Skill Shimano-ploeg presenteert zich in het Omnisportcentrum van Apeldoorn. De wielerploeg kent veel nieuwe gezichten. Maar Kenny van Hummel uit Elden is een vertrouwde naam in het team met de opvallende shirts. Ik heb een flinke winter gewerkt aan mijn kracht en aan mijn snelheid. Dus ik hoop gewoon weer een stap te zetten. Kenny is een echte ploegman. Ik heb hem leren kennen en ook leren waarderen als een jongen die echt hart voor de ploeg heeft. Dat is een heel belangrijk aspect. Van Hummel sprokkelt al jaren ereplaatsen. Maar dit seizoen wil de sprinter meer. En niet op de tweede of derde plek iedere keer uit te komen. Maar ik wil op die nummer 1 een keer komen te staan. Dat is het doel. De rappe spurter is ook goed op de baan. Deze surplus houdt hij zonder moeite een minuut vol. In de sprint gaat het er heel anders aan toe. Het leverde hem al een bijnaam op. Kamikaze Kenny.
Ja, daar moet ik Bogert voor bedanken, hè. Nou ja, goed, ik ben geen kamikaze-piloot. Ik heb wel lef. Met name in de sprints ontwikkelt hij zich goed. Het is een sprinter. En hij reed zijn uitslagen, en hij sprint zijn uitslagen al vechtend bij elkaar. Jongens die wat zelf snel bang zijn, die vinden wij kamikaze-piloot. Maar ik heb zelf nooit iemand onderuit gereden of zo, dus ja. Blijf sportief, maar wel keihard in zo'n sprint. Het is gewoon tegen elkaar ophangen en af en toe een tik uitgeven. En dat hoort er gewoon bij. Dat is sprinten. De ploeg vertrekt deze week op trainingskamp naar Mallorca. En aan het eind van de maand wil de sprinter voor het eerst vlammen in de Ronde van Qatar. En kamikaze of niet, dit gebaar wil Kenny van Hummel zoveel mogelijk gaan maken in het nieuwe seizoen. En voor het weer gaan we naar Wageningen. Renier van den Berg, vandaag is het gaan dooien. Zet die dooi door? Ja, daar ziet het toch wel naar uit. De rest van de week lichte dooi in het algemeen met temperaturen van 3 tot 5 graden. Vanochtend schitterende kleuren. Heel veel foto's kwamen er binnen van het prachtige ochtendrood. Ochtendrood water in de sloot. Nou, het is inderdaad wachten op de regen die eraan komt. Ochtendrood levert ook op de gebouwen schitterende kleuren op deze boerderij in de ochtendkleuren in Borculo. En nog een plaatje van de zonsopkomst vanochtend, deze dan in de Steeg. Er kon nog geschaatst worden, voor het laatst voorlopig. En sommige mensen namen het er nog eventjes van, zoals hier op de plas bij Hilgelo, Winterswijk. Het ijs was 's ochtends nog vrij goed van kwaliteit. 'S middags kwam er voorzichtig aan water op de plassen. Een front komt eraan, neemt al zachte lucht met zich mee. Gisteren zagen we de eerste sluierbewolking al. Vandaag bleef het ook nog lange tijd bij relatief dunne en doorschijnende bewolking. Maar vanavond wordt de bewolking dikker en in de nacht volgt van het westen uit ook lichte regen. Ja, vanavond zelfs al. Vanavond en vannacht van het westen uit wat regen. En alleen hier in het uiterste oosten van de Achterhoek kan het plaatselijk even glad worden door sneeuwresten of omdat de regen op een nog koude bevroren ondergrond valt. De meeste plaatsen vannacht geen gladheid. Temperaturen blijven boven het vriespunt bij een iets afnemende zuid-zuidwestenwind. En morgen heel ander weer ineens. We kijken aan tegen een grijze wolkenlucht. En zo af en toe, zowel 's morgens als 's middags, valt er ook wat regen. Een paar millimeter is zeker wel mogelijk. Wellicht zelfs een millimeter of 5 plaatselijk. Dus een regenachtige dinsdag met doorzettende dooi. Er komt dus nog veel meer water op het ijs. Er kan echt niet meer geschaatst worden. Temperaturen 4 tot 5 graden bij een matige zuid-zuidwestelijke wind. En namorgen helaas dus doorzettende dooi. Helaas in ieder geval voor de schaatsliefhebbers. Middagtemperaturen rond de 4 graden. En dan kan er later in de week eens een graadje nachtvorst bij zijn. Maar dat stelt niets voor. Het blijft met name overdag dus dooien. En vooral op woensdag ook nog een beetje regen. Veel mensen hebben met het koude weer de open haard weer eens aangestoken. Met alle gevolgen van dien, want de brandweer is dit jaar al 40 keer uitgerukt voor een schoorsteenbrand. En het kunstgrasveld van de voetbalclub AGOVV is onbespeelbaar. Morgen wordt het veld sneeuwvrij gemaakt. Ik wens u nog een hele fijne avond. Nadere